Jongens, we zijn nu in Frankrijk. We zien de mooiste vrouwen over de promenade lopen. Het enige probleem is, we kunnen ze niet aanspreken, want ze spreken geen Frans. Ja, maar dat hoeft niet uit te maken. Nee, want we spreken allemaal de taal der liefde. Ja, die is universeel, hè? Dus in principe hoef je niet echt met elkaar te communiceren. Ja, maar luister, ik kan in het Nederlands tegen ze gaan zeggen dat ik van ze hou, maar daar schiet ik toch geen reet mee op. Het gaat, je mag Nederlands praten wat je wil, maar het gaat om je ogen. Hier gebeurt de chemistry, soort... dan maakt het niet uit. Dus laten we gewoon kijken of we vrouwen echt kunnen versieren met alleen de taal van de liefde. Experiment 5. Kun je vrouwen versieren met alleen de taal van de liefde? Als ik zeg Tim begint, dan pak ik de popcorn erbij. Hotel Martinez. Marche tout droit. Attends. Wauw. Hi. Sorry, ik voel gelijk een soort vonk overslaan tussen jou en mij. Merk je dezelfde chemie? Ik weet niet of... Je hele uitstraling en dingen. Wacht hier. We kunnen. Wacht. Je telefoonnummer misschien? Mijn hart gaat sneller bonken als ik jou zie. Nee, dat is echt waar. Ik zou met je willen vrijen. Ik vind je er leuk uitzien. Wil je een keer met mij afspreken? Gewoon hier in Cannes, gewoon een keertje, gewoon lekker een beetje vrijen, een beetje op het strand hangen. Bonjour, Neo. Gewoon tot ziens, tot ooit. Weet je wat hij zegt? We kunnen gewoon een keertje vrijen. Het gaat hey. Jij en ik. Gewoon lekker een keer in Cannes, gewoon lekker een beetje vrijen. Ben je zelf je mag gewoon. Ja, maar joh, het gaat niet om wat je zegt. Hotel Martinez. Engels? Nee, alleen de taal van de liefde spreek ik. Hotel Martinez? No, I have no idea. Wow. Tim. Tequila, but we have to go. Okay, can I have your number? Niet hier van de zijlijn. De taal van de idioten is dit. Ik denk gewoon, wat is het voor idioot? Staat er tegen me aan te lullen in de taal die ik niet spreek. Ik ben op zoek naar het Martinez Hotel. Dankjewel. Wauw. Sorry, ja, ik weet niet, ik voel ineens zo een beetje mijn hart bonken, zeg maar. Dat kan je lachen, maar ik ben echt, denk dat ik verliefd op je ben. Mag ik heel op je hand? Ja, ik denk echt dat ik verliefd op je ben. Ik wil heel even met je dansen. Dit is echt... Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Nee, ik wil geen foto, ik wil de telefoonnummer. Als ze Daan een telefoonnummer krijgt... Mist altijd één cijfer, heel gek. Nou, wat leuk. Bye. Doeg. Ging dit goed? Ja, ik ben verliefd. Krijg jij een plattegrond van de liefde? Ja. Little less conversation, little more action, please. Snap je? Hey, snap je? Sorry, Martinez Hotel? Pour continuer tout droit. Oh. Wow. En anglais, bonne partie. Oh, jij bent zo mooi. Ik ben verliefd op jou, mijn hart. Ik... Zou ik misschien je nummer mogen, alsjeblieft? Zou ik misschien je nummer mogen? Ik vind je zo'n mooi meisje. Je komt papa. Maar dat maakt niet uit. De liefde, de taal van de liefde spreken. Dankjewel. Knuffel. Het lukt hem altijd. Wat hij daar staat te doen, daar kunnen wij alleen maar van dromen. Conclusie. Nou jongens, het is vrij lastig. Nou, was redelijk lastig. Hè? Maar het is gewoon mogelijk. Ja, het is mogelijk. Met de taal om de liefde kun je gewoon een vrouw versieren. Maar wil je vrijen, direct vrijen, dan moet je toch Google Translate gaan gebruiken. Ja, ja. Of een woordenboekje. Woordenboekje. Of minder ranzig doen gewoon, Stijn. Jongens, we zijn nu in Frankrijk. We zien de mooiste vrouwen over de promenade lopen. Het enige probleem is,
we kunnen ze niet aanspreken, want we spreken geen Frans. Ja, maar dat hoeft niet uit te maken. Nee, want we spreken allemaal de taal der liefde. Ja, die is universeel, hè? Dus in principe hoef je niet echt met elkaar te communiceren. Ja, maar luister, ik kan in het Nederlands tegen ze gaan zeggen dat ik van ze hou, maar daar schiet ik toch geen reet mee op. Het gaat, je mag Nederlands praten wat je wil, maar het gaat om je ogen. Hier gebeurt de chemistry, soort... dan maakt het niet uit. Dus laten we gewoon kijken of we vrouwen echt kunnen versieren met alleen de taal van de liefde. Experiment 5. Kun je vrouwen versieren met alleen de taal van de liefde? Ik weet niet, ik voel ineens zo een beetje mijn hart bonken, zeg maar. dat kan je lachen, maar ik ben echt, denk dat ik verliefd op je ben. Mag ik heel even je hand? Ah? Ja, ik denk echt dat ik verliefd op je ben. Ik wil heel even met je dansen. Dit is echt... Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Nee, ik wil geen foto. Ik wil de telefoonnummer. Als ze daar een telefoonnummer krijgt, mist er altijd één cijfer. Heel gek. Nou, wat leuk. Bye. Doeg. Ging dit goed? Ja, ik ben verliefd. Krijg jij een plattegrond van de liefde? A little less conversation, a little more action, please. Snap je? Hotel Martinez. English? Nee, alleen de taal van de liefde spreek ik. Hotel Martinez? No, I have no idea. Wow. Tim. Christina, but we have to go. Okay, good can night. I have your number? De taal van de idioten is dit. Ik denk gewoon, wat is het voor idioot? Staat er tegen me aan te lullen in de taal die ik niet spreek. Ik ben op zoek naar het Martinez Hotel. Dankjewel. Wauw. Sorry, ja. Als ik zeg Tim begint, dan pak ik de popcorn erbij. Hotel Martinez. Marche tout droit. Attends. Wauw. hi. ik voel gelijk een soort vonk overslaan tussen jou en mij. Merk je dezelfde chemie? Ik weet niet of... Je hele uitstraling en dingen. Wacht hier. We kunnen... Wacht. Heb je telefoonnummer misschien? Mijn hart gaat sneller bonken als ik jou zie. Nee, dat is echt waar. Ik zou met je willen vrijen. Wat? Ik vind je er leuk uitzien. Wil je een keer met mij afspreken? Gewoon hier in Cannes, gewoon een keertje. Gewoon lekker een beetje vrijen, een beetje op het strand hangen. Bonjour, Neil. Tot ziens, tot ooit. Weet je wat hij zegt? We kunnen gewoon een keertje vrijen. Het gaat hey. Jij en ik. Gewoon lekker keer in Cannes, gewoon lekker een beetje vrijen. Je mag. Ja, maar joh, het gaat niet om wat je zegt.